We zijn hier in Lauenau en de superchargers zijn allemaal omgebouwd tot de Duitse standaard, klaar voor de Model 3. Nou, Tesla in Duitsland is duidelijk op de Duitse tour. Model 3 Priority, CSS lader, de Duitse standaard en dan nog de Tesla standaard. Maar deze werkt niet op een Jaguar of een BMW. Dat moeten ze nog even goed maken. Maar ze hebben het in ieder geval goed aangepast. Nou, eens kijken of er nog een deal komt tussen die bedrijven. Maar je ziet hier ook dat aan de overkant zijn de Duitsers dus ook bezig om zelf snel laders erin te zetten. En enerzijds hebben ze gewoon een 22 kWh, aan deze kant tot 150. Ik zou eens willen weten of ik hier kan laden en of mijn pasjes werken. Het is altijd spannend. Ik ga het zo eens even gaan kijken. Nou, ik heb een New Motion pasje. Hup. Autoriseren. Looft. Bieten wachten. Nou, en hier, als je hiervan afhankelijk bent, dan ben je natuurlijk heel blij. Maar New Motion is wel. Ja. Dus nu kun je gewoon. Nu kun je stekker pakken. En hier heb je dus gewoon de supercharger en de gewone charger bij elkaar. Hetzelfde als de Model 3, maar die werken nog niet. Dus BMW hebben dat nu hier. Wat wel interessant is, is dat er één is die heeft CHAdeMO. Dus daarmee kun je dan de Nissan Leaf laden. Maar dat is niet Duits, dat is Japans. En dat hebben ze dus gewoon maar op één van de vier gedaan. Je wil duidelijk zien wat voor marktaandeel het hier heeft. Wij gaan.